Hele goede morgen allemaal en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag, weet niet hoeveel, juni, maar dat zal hier nu staan. Ik heb lekker ontbeten net, ik heb hier nog mijn limonadesiroop in de smaak sinaasappel. En ondertussen ben ik een aflevering aan het kijken, de allerlaatste aflevering aan het kijken van Keeping Up with the Kardashians. En ik ga zo meteen ook naar school toe, ik zit vandaag best wel tot laat op school, dus dat wordt best wel chill. En ik zie vandaag Nina en Lise weer en super zin in. En ja, het is nu, oh wacht, dit is maandag 12 juni. Het is nu 9:30 en ik ga zo weg, dus. En ik neem jullie weer mee in mijn week, dus let's go, we gaan er vandoor. De deurbel en mijn pakketje van de H&M was daar. Deze en ook nog deze, maar deze heb ik al opengemaakt omdat ik niet wist wat er nou in zat. Dus ik heb alle items nog niet opengemaakt, alleen het eerste item zijn deze teenslippers. Ik had geen teenslippers meer. Ik heb deze in de maat 44, 45 genomen, dus ik dacht, nou weet je, heb ik weer basic teenslippers. En die ligt hier en ik heb maat 44, 45 dus genomen en deze was maar €1,99 voor leuke teenslippers. Dan heb ik een korte broek gekocht, een groene, een kaki groene noemen ze, ik weet het niet. Dat is deze, ik weet het, mijn god, hier ga ik toch nooit in passen. Welke maat heb ik deze besteld? Maat 44. Dit is echt geen maat 44. Jawel, het is dus wel maat 44, maar ik pas hier dus blijkbaar waarschijnlijk niet eens in. Het is echt heel klein, kijk dan! Ik weet niet, maar volgens mij, ik weet het niet. Ja, ik ga het passen, want ik weet het niet. En een basic zwart shirtje heb ik besteld. Oh, deze is leuk. Dat hoop ik. Deze. Gewoon een basic zwart shirtje. En dan heb ik nog een pakketje. En dit was het eerste wat ik had besteld op de website van de H&M. En die vond ik echt heel gaaf. Weer met een bon. Oh my god, Quinty. Love it. Kijk. Kijk jongens. Kijk, en dan met dit. Op de mouw. Vuur. En dan. Ah. Ik vind dit leuk. En dan met op de borst. Dit. En op de achterkant. Dit. Wauw. Ik ga dit echt. I love it! Yay. Zo blij. Hij is zo groot ook. Ik heb normaal XL, maar dit is wel echt mega groot. Ik ga nu lekker alles passen en dan zien jullie hoe het allemaal staat in de vlogs. Ik ben super blij met dit. Dit is misschien voor kleine mensjes gemaakt. En teenslippers. En ik ga dit nu allemaal even lekker passen. Trouwens, het broekje, dat ga ik even lekker vertellen. Het broekje was €6,99. Het shirt was €2,99. Deze was €9,99. En dan die teenslippers waren €2. Dus ik was voor alles, was ik maar iets van €20 kwijt. En dat is niet heel duur. Dus ik ga lekker alles lekker passen. En dan zien jullie dat zo. Hele goedemorgen. Het is nu dinsdag. Het is nu rond 8:30 ochtends. En ik ben alweer een tijdje buiten. Ik heb mijn pyjamaatje nog aan. Ik ga zo meteen me klaarmaken. En dan ga ik zo meteen richting school. Het is wel echt lekker weer. En ik ga me zo heerlijk omkleden. Kijk,
trouwens ook. Dit zijn niet deze slippertjes die ik heb laten zien gisteren in de shopblog. Ik vind het heel erg gaaf en zit ook super lekker. En ja, ik spreek jullie zo weer. Goedemorgen! Het is woensdag. We staan in de lift. Ik ben met Lize. En we zijn... Oh my god, ze staan in de lift. En we zijn een soort van verdwaald. En we hebben net iets... Wow, we zijn er gewoon al. We hebben net het keukentje opgehaald voor... Nina, Plutin, Tassie. En helemaal naar de zesde fucking verdieping. Gelopen, we lopen nu. Wat de hel, waar zijn wij? Kijk, we zijn nu in een parkeergarage. De nooduitgang. Nee, dit is een nooduitgang. Die gaat misschien af. Nou hè? Maar dan moeten we helemaal daarin lopen. Echt geen zin. Oké. Hey, nou, jongens. Voor de beste getest huzarensalade. Nu €1,69 voor de Albert Heijn. Oké, even kijken. Oké, nou, we gaan het wel vinden, toch? Zeg maar ja. Ja, ik zei al ja. Yay. En we gaan... Oh, overnachten in de parkeergarage gaat fout. Nee, grapje. Nee, gewoon niet. Nee, echt niet. En ja, doei. Het eerste ijsje van 2017 is een feit. Lekker eten. Lize, wat is er zojuist gebeurd? Iemand heeft mijn hoofd gedeeld. En ik heb gewoon serieus 117 likes. Ik heb nog nooit 117 likes. 117 likes? Wat is dit? Dit heeft Lize en Nikki gemaakt. Er komt helemaal geen film. Een hele goede morgen allemaal. Het is vandaag vrijdag. En ik ga zo meteen naar school toe. Ik heb school om 9:45. Begin om 9:45. Dus dat is echt chill. En vanavond is het zeg maar wel iets super tofs aan de hand. Want we gaan eerst uit eten met de halve klas. En daarna gaan we naar een feestje. Dus ik heb er super veel zin in en dat ga ik natuurlijk ook voor jullie vloggen. Ik weet niet hoe ver ik ga vloggen op dat feestje, omdat het best wel... ik wil het ook even gezellig hebben met mijn klas. En, maar voor de rest ga ik het wel allemaal filmen. En ik heb deze trui even aangetrokken, want ik heb het een beetje koud. Ik heb hier niet in geslapen trouwens, gewoon in een basic zwart shirtje. Dus dat. Gisteren waren de voorstellingen op school. En ik vond het echt best wel heftig, sommige dingetjes, maar wel heel gaaf. En ja, ik ga me even omkleden, alles doen en dan ga ik er vandoor. Dus let's go, jullie gaan weer mee in mijn dagje vandaag. Of week eigenlijk, nee, tot 3 dagen en dan is deze weekvlog alweer voorbij. Oh my god, het gaat echt snel. Wat zijn we hier aan het doen? Het is niet echt een hartje. We zitten in de bus en we gaan naar Nina's verjaardag en we hebben allemaal een hoedje op. Kijk. En ja. En track hem ook. Ik ben zo ongelukkig. Yeah. Take it slow. You just wanna take me home. Say yeah. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag zaterdag. Het is geen ochtend meer. Het is al rond 11:00 in de avond. En jullie denken, waar de fuck lig jij? Ik lig in de tuin. En ik heb vandaag een kampeerdate met mijn zus. En die ligt naast me, maar ze wil niet op camera. En kijk hoe cute, jongens. We hebben hier dan een soort bedje. En we liggen gewoon op de tuinbank. En dan gewoon met een dekentje. En daar hebben we lekker een vuurtje. En lekker in onze gezondheidsgat. En lekker een chill outfit aangetrokken. Dekbed erbij. En straks lekker bitterballetjes eten. Ah, super zin in! Dus yeah! Een hele goede morgen allemaal. Het is vandaag zondag. Het is zondag
19 juni. En ik ben alweer een tijdje wakker. Het is nu rond 9 uur. En dat plukje haar hier op mijn hoofd irriteert mij dood. Nou, zo wel. Het is dus vandaag Vaderdag. En we zijn bij onze moeder thuis. En we hebben net lekker ontbijt gemaakt. Voor K. En ondertussen staat hier ook de tv. Het slapen in de tuin was echt zo ontzettend gezellig. Maar om 4:30 gingen er mensen lopen schreeuwen. Er waren voor mij dronken lui en die gingen om 4:30 gingen ze... Het was voor de nacht voor de vluchtelingen. Oh, de nacht voor de vluchtelingen. En gingen ze helemaal schreeuwen en zo. En toen werd ik wel een beetje wakker. En toen heb ik daarna gewoon weer verder geslapen. Ik film dit trouwens met mijn mobiel eventjes, omdat mijn camera boven ligt en ja, geen zin heb om naar boven te lopen. En ik ga jullie nu het ontbijt laten zien die we voor K hebben gemaakt. Dit is dus het ontbijt. En dan hebben we hier hebben we nog lekker eitjes. Die iets harder moeten trouwens. Dat jij vond de eieren. En ja, lekker hoor. Ja. Family Day! Hier kan het ook wel water pakken. Ja. Kijk maar. Wow. Lekker spelen!